Goedemorgen deze morgen. Vandaag is het vrijdag. Het is 8 uur. En ik ga vandaag dansles geven. Ik heb namelijk een dansworkreeks op vrijdag voor 3 weekjes. Dus de aankomende 3 weken geef ik les op een DSO. Peuters. Dus volgens mij een jaar of 2 of 4, erg schattig. En voor de rest heb ik vandaag weer de stagiaires Fleur en Lola. En we gaan even naar de mall, want ik wil kijken voor de dansschool of ik een aantal items kan vinden voor de show. En meer. En dan moet ik dansles geven en vanavond gaan we uit eten. Ik heb echt een mega drukke, strakke planning. Maar dat moet vast wel weer goed komen. Tijd voor een strakke vlucht. Daar heb ik vandaag zin in. Wat ik zei, eigenlijk weer een lekker dagje. Wel vol en een beetje gehaast. Dus vandaag geen dagje op de bank zitten voor de administratie. Dat ook nog gedaan worden, maar dat komt wel weer. Dus dat maak ik echt alleen maar even een dagje. En heel veel lesgeven. Ik wilde vandaag weer naar de sportschool, maar ik red het gewoon echt niet. Want die workshopreeks komt echt tussen. Dat komt gewoon niet lekker uit. Dus ik moet helaas sportschool vandaag weer afzeggen. Maar wel normaal, maar misschien dat ik zondag ga. Zaterdag heb ik heel de dag werken bij de escape room. En zondag. Oh nee, en Celine is zaterdag. Dus ik ga ook nog naar de verjaardag. Ook wel leuk. En zondag. Hebben we weer wedstrijden? Dat vind ik ook wel weer leuk. Met Girls Club en SWT Crew. Dus we hebben met 2 teams wedstrijden. En gelukkig voor allebei op dezelfde locatie. Helaas niet op dezelfde tijdstip. Dat vind ik wel jammer. Allebei een andere show. Volgens mij uit mijn hoofd zijn er 4 shows. En Girls Club zit in show 4. En SWT Crew in 3. Dus dat vind ik wel jammer dat we niet een keer met z'n allen een wedstrijd hebben. Dat ze zeg maar ook bij elkaar kunnen kijken. Maar ja, daar kunnen wij het ook niet voor. Dat kunnen wij niet bepalen helaas, maar dat kunnen we wel niet doen. En verder heb ik vandaag of het weekend. Niks. Ik heb wel weer echt heel veel zin in de wedstrijden. Daar doen we het ook wel echt een beetje voor. Nou ja, daarom heet het ook een wedstrijd nu. Dat zijn wel echt momenten dat ik denk, oh, daar heb ik weer zin in. En voor de rest, een kutje gedaan. Nou, ik zeg even snel buiten en door naar de bus. De laatste tijd ontbijt ik weer echt heel slecht. Ik kan het gewoon niet en het gaat er niet in. En dan heeft mijn vriend van zijn werk passievrucht en ik vind dat zo lekker. Het is wel echt mega zuur, maar echt knijterlekker. Het ziet er zo raar uit eigenlijk. Maar je moet ervan houden, ik ben echt een 10. Dansvuurtjes opzetten er ook op, dus dat is fijn. Ik heb wat cadeautjes gehaald voor Celine, ik moest nog even de laatste spulletjes halen. En nu ga ik snel naar huis. Ik heb nog heel even de tijd. En er waren best wel wat mailtjes gekomen voor proeflessers. Dus die ga ik even terug mailen en beantwoorden uiteraard. En daarna gaan we naar de mall. Ik ben benieuwd. Ik was dus even nog op de markt. En daar had ik tijd voor. Toen ik de cadeautjes van Celine moest ophalen. En toen zag ik daar een tentje staan waar ik echt mega gelukkig van word. Namelijk zo'n klein loempje. Voor de mensen die het niet weten, ik weet eigenlijk niet of ik het verteld heb, maar ik ben half Indonesisch, half Nederlands. En mijn lieve oma, die is 3 jaar geleden overleden. En die is 97 geworden, echt heel oud. Overleden aan ouderdom, hartstilstand. Maar die maakte altijd lumpers. En lumpers zijn echt het allerlekkerste, dat is gewoon het allerlekkerste. Ik ben mega fan hiervan. Je kan me 's nachts beter niet wakker maken, maar als je me wakker maakt en je hebt een lumper voor mij, dan ben ik echt godsgelukkig. Ik ga het jullie even laten zien hoe het eruit ziet. Ik moet zeggen, ik denk dat ze heel lekker zijn, maar je hebt al een soort smaken, bla bla bla. Het is een rijstding en hierin zit dus kip, zoals je kan zien. Dat is dit.
En die is dus getruid. Oh nee, zij heeft het niet heel goed gemaakt. Nee. Hij moet iets meer, iets zoeter. Maar maakt niet uit. Het is mega lekker. En toen mijn oma nog in goede staat was, even zo gezegd. Toen zei ze, wij gaan echt nog een keer samen lumpjes maken. En dat wil ik het allerliefste doen. Maar dat is helaas dus niet gelukt. En de bouw komt er wel van vandaag nog steeds van. Was ook echt mijn allesje. Dus altijd als ik een lumpers zie of even over de Passamallum loop. Beneden in Den Haag of wat dan ook. Of, ja, dan moet ik lumpers halen. Dat is gewoon een dingetje. Dus ik kwam hier tegen en toen dacht ik, nou, moet ik halen. Helaas waren de lumpers niet zo lekker. Deze viel echt vies tegen. Maar ja, kan gebeuren, hij zien. Ja. Ik wacht nu op Lola en op Fleur, want die komen er zo aan en dan gaan we lekker naar de mall. Ik heb dus twee stagiaires en die komen hier op de fiets aan, want die moesten er om 12:30 zijn. En kijk eens hoe laat het is. 15:15 bijna. Stelletje chappies. Welke heb je uitgekozen? Laat even zien. Welke heb je uitgekozen? Deze. Ah, oh, lekker. Het is koud en het sneeuwt. Ik vind het helemaal niks. Het sneeuwt. Ik was net eventjes bij de New Yorker en bij de CNA. Want voor de show heb ik dus nog kleding nodig. Alleen ben ik deze keer helaas niet geslaagd. Maar die kinderkleding, jongens. Ik wil echt een kind als ik dat zie. Mijn baby, nu. Het is zo schattig, klein, lief. Nou, alles van kleding is leuk voor de kids. Maar we wachten nog. Maar het ziet er gewoon veel te leuk uit. Ik kon alleen maar bij die kinderkleding kijken en denken, oh, wat lief, wat klein, wat schattig. Maar ja, we gaan even naar de dansschool. Weer een uurtje, dan een uurtje pauze, dan weer een uurtje naar de dansschool. Dus een prima ochtend, prima middagje. En daarna snel omkleden voor het eten. Lekker. Ja. Toen zijn we naar het casino geweest. Het was iets minder lekker. Hoe ben jij verloren? Ik heb niet verloren. Ik heb 6 euro gewonnen. Echt? Ja. Heb je dat in je zak gestoken dan? Huh? Ja. Echt? Oh, dat eerst 18 euro, maar dat is iets mis. Ik had 20 euro verloren vandaag. Maar het valt wel mee, want we wilden niet lang gaan. En Celine is over een uur jarig. Ja. Dus we wachten nu op baby. En ik durf het nog af te tellen. Wil je nog wat vertellen tegen de mensen? Nee. Goedemorgen. Gisteren 12 uur begonnen we net. Twee uur misschien waren we een beetje moe en wel heel koud. Dus we waren lekker naar huis gegaan. Maar ik ga zo even naar de dansschool om daar te feliciteren. Gisteren trouwens, ik ben nog een bal geweest. En we hebben nog één point voor mezelf gekocht. Dus we hebben gekregen. En aan de achterkant staat dit. Hij was maar 10 euro. En dat was bij de New York, want hij heeft echt wel een mega sale. Wat? Super leuk. Ja, ik ga zo even naar de dansschool zingen. Om haar te feliciteren. En ik ga daarna weer werken. Eigenlijk weer een standaard zaterdag. Over 3 weken op zaterdag. Ga ik ook op minder werken op de zaterdag, omdat het gewoon wel veel is. Ja, dat is wel. Ik neem jullie weer mee. Wat zei jij, Rick? Waarom mocht je niet de sport op vandaag? Vandaag? Nou, vind ik een hele goeie. Daar deel ik vandaag. Of ja, vroeg ik me vandaag aan toe.
Vandaag hebben wij wedstrijden van de dansschool, dus ik ga me klaarmaken en ik ga jullie de hele dag meenemen naar de wedstrijden. Ik heb van Air Up een Air Up ontvangen, superleuk. En ook mega blij mee, want ik gebruik deze beker bidon eigenlijk altijd. En nu heb ik en een Air Up en 5 nieuwe pots en die wilde ik bij jullie laten zien, namelijk de watermeloen. Ik heb ze net allemaal getest en ze zijn eigenlijk allemaal wel lekker. Watermeloen is wel een van mijn favorieten. Ik had de Orange Vanilla Swirl. Dat smaakt eigenlijk een beetje naar een splitje. Dus mocht je van het ijsje houden, dan is het zeker een goede. Want het is er eigenlijk het gelijke effect. Half alles bleef onder de erop. De smaak Peach. Persik. Was ook wel erg lekker, moet ik zeggen. Ook wel een van mijn favorieten. Raspberry Lemon, die vond ik iets minder. Ik vond de combinatie niet zo, maar ja, kan. Ik vond het niet vies, maar gewoon niet helemaal. Oh, Peach wilde ik erop houden trouwens. Shit, sorry. Ik heb er alles netjes terug in die zakjes aan het doen, want dan kan ik de pot gewoon gebruiken. Al deze weg. Deze lekker in de weekhal. Bam! Zo. Handig. En als laatste kreeg ik de Wild Berry. Die vond ik zelf ook echt heel erg lekker. Vier soorten fruit. Blauwe bessen, rode. Nee, 5 soorten fruit. Same! Blauwe bessen, rode bessen, aalbessen, aardbeien en bramen. Oh nee! Ik zeg het nog verkeerd. Frambozen, blauwbessen, aardbeien, bramen en aalbessen. Dat was hem. In ieder geval 5 nieuwe smaakjes waar ik heel erg blij mee ben. En ik gebruik altijd eigenlijk mijn Air Up. Want ik heb zelfs hier ook nog 3 smaakjes. Lemongrass heb ik nog. Citroen. En orange citroen. Dus ik heb nog gewoon 8 smaken pots. En met de pots doe je al best wel lang. Je doet er... Ze zeggen 5 liter, maar eigenlijk doe ik er vaak langer mee. En als je pot opnieuw wil gebruiken, tip van Flip, dan kan je pot het beste in de vriezer leggen. Want dan smaken ze weer gewoon als nieuw. Aangezien die dingen best wel prijzig zijn. Dus ik ben blij met de nieuwe blauw. Ik ben blij met de nieuwe blauwe. We hebben even nog lekker Starbucks gehaald. Want Celine en Des zouden om 1 uur komen. Maar die zijn gewoon te vroeg. En deze 2 zijn altijd te laat. We gaan even de vlog takeover hebben. Wij hebben dus een eigen kleedkamer. Valerie heeft het goed geregeld. Ja, joe! Joe! Zijn we er klaar voor? Oké, het was chaos, we konden niet heel veel filmen, maar we zijn met, SWD Group 2 geworden. Op naar de Girl Squad. Ik zie echt niks. En we laten het jullie weten. Nog even de zenuwen eruit uitdansen voor de Girl Squad. Zo, we zijn klaar hoor jongens. We hebben helaas geen prijs voor de Girl Squad. Ik ben mijn auto kwijt. Ik moet zoeken. Maar ze zijn sowieso vierde, want ze deden het echt super goed. We gaan nu eten, maar we moeten wat zoeken. Alleen, ik moet eerst mijn auto zien te vinden. Oh, oké, top. Nou, we gaan eten. Des, hebben we honger? Oké, jongens, dat was alweer de laatste dag en de laatste dag nog. Zo, wat zie ik eruit gewoon. Ja, ik vermoord. Deze staat deedrukker. Nou, 1 groep is in de prijs gevallen, de andere helaas niet. Maar we weten bijna zeker dat ze 4 zijn geworden. Dus dat is ook wel echt een... Dat weten we eigenlijk wel zeker. Ja, dat weet ik zeker. Dat is ook een prestatie. En uiteraard trots op allebei de groepen. We zijn wel helemaal kapot, want zo'n dag is echt intens. Lang wachten, zweet. Zweet, warm, alles. Zweetvoeten. Zweetvoeten, alles zweet. Maar ja, dat is het laatste stukje. Dan zeg ik altijd thanks voor het kijken.
Vergeet niet te abonneren en te liken. Heel goed. Met een duimpje. En dan zeggen we mol tot de volgende keer. Mol! Kom maaien! Hallo allemaal, vandaag hadden wij weer wedstrijden met de SWD Crew en de Girl Squad. Maar we begonnen met de SWD Crew. Deze keer was de wedstrijd in Hoofddorp. Eenmaal aangekomen moesten we inchecken. En we hadden een kleedkamer deze keer in plaats van een zaal. Mega chill, maar waarschijnlijk omdat we met zoveel zijn. We gingen nog even snel oefenen en daarna moesten we al klaarstaan. Uiteraard nerveus, we waren de allerlaatste en dat was eigenlijk wat chill. Daarna hadden we gelijk de prijsuitreiking en we waren super blij, want... We zijn deze keer weer in de prijs gevallen en deze keer hebben we een hele mooie tweede plaats behaald. Dus uiteraard weer een mooie beker voor bij de collectie. Hier nog even een leuke groepsfoto, want we waren vandaag compleet. Ja, dat was een wonder. Toen was het tijd voor de Girl Squad. Helaas was er één iemand niet bij, dus we moesten hier en daar nog een van dingen aanpassen. Maar dat hebben de meiden echt super goed opgevangen. Toen mochten we klaar zijn in de coulissen en tijd voor de dans. Het ging echt super goed, maar de concurrentie was echt mega hoog. Helaas geen prijs. Maar vorige keer waren de meiden wel in de prijs gevallen en mochten we de bekers ophalen. Superleuke dag!